Ik ben Annabel, ik ben politiek medewerker bij Welzijnszorg. En het is mijn taak om het dossier te schrijven dat bij het campagnethema telkens hoort. En ook dan om daar een beetje uitleg over te geven. Ik ga de presentatie starten en hopen dat dat vlot lukt. Ziet iedereen de presentatie? Oké. Dus ik ga vandaag met jullie doorheen het dossier. Het dossier kan je terugvinden op de webshop. Kan je dat downloaden? Kan het ook altijd aan iemand van ons vragen. En misschien kan Lieselotte de link ook in de chat zetten naar het dossier. Want we gaan dat vandaag eens overlopen. Hè. Dus ik ga iets vertellen over hoe dat dossier tot stand is gekomen. Over ja, wat is nu eigenlijk het probleem met die digitalisering? Wat doet de overheid op dit moment? Wat zijn dan de aanbevelingen die wij als welzijnszorg doen naar de maatschappij als geheel en de politieke eisen? En wat kan jij doen om die politieke boodschap te versterken? En uiteraard ruimte voor vragen. Als er verduidelijkende vragen zijn, die mag je sowieso al stellen in de chat. Ik ga het proberen een beetje te zien. Sowieso op het einde kunnen we nog wel een aantal meer discussievragen kunnen we zeker op het einde ook nog aan bod laten komen. Voilà. Hoe is het dossier tot stand gekomen? Dat is eigenlijk typisch. Dossier komt niet alleen uit wetenschappelijke werken of professoren die iets schrijven en waar wij dan ook iets over schrijven. We doen eigenlijk een heel traject om signalen te verzamelen bij mensen in armoede over de problemen die ze ervaren, maar ook de oplossingen die ze zelf naar voren schuiven. We hebben natuurlijk ook voor deze campagne onze manier van werken een beetje moeten aanpassen, gezien we ook vorig jaar nog altijd niet in groep mochten samenkomen. Maar we zijn er toch in geslaagd om heel veel signalen te verzamelen via de collega's van Welzijnsschakels, een traject in Antwerpen. We hebben ook onze projecten bevraagd en we hebben 3 signaaldagen georganiseerd in Antwerpen, Brugge en Hasselt, waar mensen konden komen om ook hun verhaal te delen met ons. Uiteraard vragen we ook altijd onze partners om ons te helpen bij het schrijven van het dossier. Hè. Dit jaar zijn onze partners Welzijnsschakels, SAMO en Netwerk tegen Armoede. We maken ook deel uit van de Taskforce E-inclusie. Dat is een groep van allemaal middenveldspartners, een aantal diensten van steden en gemeenten, die eigenlijk nadenken over welke drempels ervaren mensen in hun toegang tot de digitale wereld. En uiteraard ook mediawijs, wat het kenniscentrum is voor alles wat met mediawijsheid te maken heeft en ook e-inclusie. Uiteraard hebben we ook met het eigen personeel er verder over nagedacht en het bestuur van welzijnszorg. Dus dat allemaal samen, die brede bevraging, die signalen, dat komt allemaal samen in het dossier. Ik hoop dat als mensen het lezen, dat ze het interessant vinden en dat ze er iets aan hebben. We steken er wel veel tijd in, omdat we het belangrijk vinden dat onze campagnes altijd goed onderbouwd zijn. Zowel met wetenschappelijke inzichten als met de signalen van op het terrein en van de mensen. Voilà. Wat is eigenlijk het probleem als het over digitalisering gaat? Je hebt overal eigenlijk heb je een e-mailadres nodig. Je kan nergens meer. Je bestaat eigenlijk niet zonder e-mailadres. Dat is wat mensen ervaren dat als een probleem. Even kort, zodanig dat we allemaal over hetzelfde praten. Digitalisering, dat is eigenlijk de grote
koepelterm voor alles wat wil zeggen de overgang van informatie naar een digitale vorm. Dat kan zijn de gegevens zelf die digitaal zijn geworden. Het feit dat wij hier nu een digitale webinar, dat is ook een vorm van digitalisering. We zijn hier niet samen in een lokaal, maar we zijn elk op verplaatsing. E-mail sturen, WhatsApp, allemaal dingen die nieuwe vormen zijn van digitaal met elkaar in communicatie treden. Wat bedoelen we dan met digitale technologieën of toepassingen? Ook dat is heel ruim. Dat gaat zowel over de toestellen, dus de laptop, de smartphone, maar ook allemaal de e-mailprogramma's, de Office-pakketten. Dan zijn er natuurlijk ook de applicaties. Dat is alles wat je de icoontjes op een telefoon kan vinden. En alles wat daarmee verband houdt, dat is eigenlijk allemaal digitale technologieën. En dan digitale uitsluiting, dat is dan natuurlijk het feit dat een belangrijk deel van de bevolking niet mee is met deze nieuwe technologieën, maar dat het wel een heel belangrijk deel is geworden van ons leven. En dat het dus een risico is dat mensen niet mee kunnen en uit de boot vallen. Want wat is het probleem natuurlijk? Het probleem is dat dat digitale steeds meer diensten, zowel publieke als andere diensten die dat we belangrijk vinden, van algemeen belang of privédiensten, denk de banken bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk overgeschakeld op dat digitale. Het is vaak de enige weg, of in ieder geval toch de weg die aangeboden wordt door die diensten als zijnde, dit is eigenlijk de beste weg, communiceer met ons liefst online, doe zoveel mogelijk zelf. Dus die digitale vaardigheden, dat kunnen doen, dat is eigenlijk hetgeen wat onmisbaar is geworden vandaag. Waarom is dat problematisch? Is omdat er een veronderstelling is dat iedereen digitale vaardigheden heeft. Dat iedereen dit zomaar kan, dat is de veronderstelling die er leeft op dit moment bij heel veel aanbieders van allerlei diensten. En degene, die mensen die niet over die digitale vaardigheden beschikken, die worden eigenlijk verzocht, die worden vriendelijk gevraagd om alsjeblieft zelf initiatief te nemen om te zorgen dat je die digitale vaardigheden wel hebt. Dat je dus zelf moet zorgen dat je wel mee kunt in die online wereld. Het grote risico is natuurlijk dat er ongelijkheid bestaat tussen degenen die die technologieën kunnen gebruiken en de mensen waarvoor dat moeilijk is. En we weten dat die digitale evolutie waar dat we in zitten, die is onomkeerbaar. Dus teruggaan, dat zal niet gebeuren. Dus we moeten een manier vinden om het werkbaar te maken voor iedereen in de samenleving. Ik wil u een aantal cijfers meegeven, want die ongelijkheid in heel dat digitaal verhaal, die bestaat eigenlijk uit vier aspecten. De ongelijke toegang tot digitale technologieën, dus de internetverbinding of de toestellen, de ongelijkheid in digitale vaardigheden, de ongelijkheid bij het gebruik van essentiële diensten, en de ongelijkheid in toegang tot ondersteuning. Dat zijn vier soorten van ongelijkheid die in het onderzoek dat gebeurt naar digitale uitsluiting naar boven komen. Een voorbeeldje. Dit zijn cijfers die komen uit enquêtes die worden afgenomen door Statistiek België en die verwerkt worden in de barometer e-inclusie die door de Koning Boudewijn Stichting wordt gefinancierd. Wat zie je op de grafiek? Daar zie je eigenlijk dat we qua internetverbinding best hoog scoren in België.
92% van de mensen in België had in 2021 een internetverbinding thuis, een internetaansluiting thuis. Hè. Dus dat is een best hoog aantal. Dus je zal denken, ja, wat is dan eigenlijk het probleem als 92% van de mensen in België een internetverbinding heeft? We zien hier al de eerste keer opduiken dat er een verschil is in inkomenscategorieën. Je ziet bovenaan het cijfertje, boven het groene bolletje, 98%, dat zijn mensen met een hoog inkomen. Dus 98% van de mensen met een hoog inkomen, die hebben een internetverbinding thuis. Het driehoekje, 82%, dat zijn mensen met een laag inkomen, zijn die mensen die een internetverbinding thuis hebben. Dus je ziet al een eerste keer een groot verschil op basis van het inkomensniveau van de gezinnen in België. We zien ook dat eigenlijk al dat over de alle gewesten in België het geval is. Dus als een eerste zaak, natuurlijk moeten we daar ook rekening mee houden dat die kwaliteit van die internetverbindingen, dat ook dat verschilt tussen de huishoudens. En het blijft natuurlijk zo belangrijk om thuis internetaansluiting te hebben. Dus het is zeker niet zo dat we zeggen 92%, dat is voldoende. Het is belangrijk voor iedereen die dat wilt om internetaansluiting thuis te kunnen hebben. De tweede grafiek, dat gaat over het bezit van een laptop. Ook volgens het inkomensniveau. Dus de blauwe balkjes zijn mensen met een laag inkomen. En de roze balkjes mensen met een hoger inkomen. Ook hier zie je eigenlijk al... ik heb me vergist. Blauw is 2019 en roos is 2021. Hè? Dus je ziet een evolutie in de tijd en je ziet de vijf inkomenscategorieën, excuses. We zien dus dat in 2021 53% van de mensen met een laag inkomen een laptop had, tegenover 77% van de mensen met een hoog inkomen. En je ziet eigenlijk heel goed de evolutie, hoe in de inkomenscategorieën het stijgt ook het percentage mensen dat een laptop heeft. Je ziet dat er overal wel, dat was ook te verwachten, dat er in 2020... in die periode tussen 19 en 21, dat de cijfers zijn opgevraagd, dat er overal wel een hoge stijging is van het aantal mensen dat een laptop heeft. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis, waardoor mensen dat wel belangrijk zijn gaan vinden om een laptop ook te hebben. Wat dat we ook zien in de cijfers is dat het vooral de gezinnen met een hoger inkomen zijn, die veel verschillende toestellen hebben. Vaak zijn het de gezinnen met een lager inkomen, waar internet vooral via de smartphone wordt gebruikt. En de gezinnen met een hoger inkomen, die hebben vaak een laptop en een tablet en een smartphone. Natuurlijk, hoe meer apparaten je hebt, hoe makkelijker het ook is om eigenlijk gebruik te maken van alle mogelijke diensten. Daarnaast is er ook een ongelijkheid in het gebruik ervan. Het is één ding, heb je het of niet? Heb je internet? Heb je een laptop? Heb je een smartphone? Maar hoe ga je ermee om? Hoe kan je het gebruiken? Dat wil zeggen, langs de ene kant de vaardigheden die je nodig hebt om die technologieën te beheersen. Daar zit een ongelijkheid in. En anderzijds ook de aard van het gebruik. Want toegang hebben, dat wil niet zeggen dat je het dan ook kan. En dat je dan automatisch ook, zelfs als je een beetje basisvaardigheden hebt, dat je dat ook zelfstandig kan gebruiken of efficiënt, dat je altijd de weg vindt. Dat wordt ook op een specifieke manier gemeten. We noemen dat eigenlijk die vaardigheden. Dat toont de digitale kwetsbaarheid. Je ziet op deze balkjes, de blauwe balkjes, zijn mensen die geen internet gebruiken. En de rode aanvullend,
dat zijn mensen die zwakke digitale vaardigheden hebben, die het dus moeilijk vinden om een aantal apps of websites te gebruiken, of die het moeilijk vinden om iets op te zoeken online. Dat is samen, vormt dat eigenlijk het cijfer van de digitale kwetsbaarheid in België. En dat is ook het cijfer dat je vaak hoort als we spreken over bijna 1 op 2 mensen in België is digitaal kwetsbaar. Dat is die 46% die je van boven op de bovenste lijn zit. Ook hier zien we natuurlijk een aantal groepen waar de kwetsbaarheid groter is dan gemiddeld. We zien uiteraard mensen die boven de 55 zijn, hebben een hogere risico om digitaal kwetsbaar te zijn. Zijn digitaal kwetsbaar omdat de digitale vaardigheden ontbreken. Ook mensen met een laag inkomen. 63% van de mensen met een laag inkomen hebben het moeilijk om te voldoen aan alle eisen. En de andere grote groep die kwetsbaar is, dat zijn mensen met een diploma enkel lager secundair onderwijs. Daar zie je ook dat er heel veel, 18%, geen gebruiker is van internettoepassingen. Dus dat is best wel veel. Het zijn ook vaak alleenstaanden die het moeilijk vinden om die aansluiting, die digitale aansluiting te vinden. En dus belangrijk, 1 op 2 mensen digitaal kwetsbaar in België, dat is een immens grote groep. Hè. Maar daarbinnen zijn natuurlijk een aantal groepen die extra kwetsbaar zijn en die dus het risico lopen op digitale uitsluiting. Een andere ongelijkheid is de ongelijkheid in het gebruik van digitale toepassingen. En ook hier zien we eigenlijk hetzelfde. We zien opnieuw, we zien de cijfers voor, zullen we bijvoorbeeld e-banking nemen. Dat is het meest gekend, denk ik, bij de mensen. Je ziet dat ook aan de cijfers. Dus 79% van de mensen in België die gebruikt e-banking. En we zien dat bij de hoger opgeleide dat 89 is. En voor de mensen met een lagere opleidingsgraad, lager secundair, dat 63% is. Hè. Dus dat is eigenlijk altijd wat dat we zien, dat bepaalde ongelijkheden in de samenleving ook de ongelijkheden in die digitale toegangen, in het gebruik van digitale toepassingen, dat we die weerspiegeld zien. En dat is natuurlijk belangrijk. Dat wil zeggen dat we uiteraard als armoedeorganisaties moeten we altijd blijven inzetten op alle ongelijkheden in socio-economische positie van mensen. Maar we moeten toch ook zeker ons behoeden dat die digitale ongelijkheden, dat die dan niet nog gaan versterken of erger maken die ongelijkheid die al bestaat in onze samenleving. Wat zijn een aantal oorzaken? Waarom gebruiken mensen het internet niet? De redenen die worden opgegeven in de onderzoeken en die wij ook wel hoorden van de mensen op de signaaldagen bijvoorbeeld, is de hoge kostprijs. Mensen kunnen het gewoon niet betalen. Ofwel het materiaal of de internetverbinding. Onze kostprijs van internetverbinding in België is ook wel best hoog in vergelijking met onze buurlanden. Er zijn mensen die aangeven dat ze eigenlijk geen interesse in hebben. Mensen die voelen dat ze het eigenlijk dat ze de digitale vaardigheden ontbreekt, dus dat ze ook liever niet eraan beginnen of hun dan ook geen materiaal aankopen, omdat ze er toch niet zo goed mee weg kunnen. En veel bezorgdheid over wat er allemaal kan mislopen eens je online bent, zowel qua privacy, maar ook van allerlei misbruik. Dat kan een enorme drempel zijn voor mensen om niet aan te beginnen. Een belangrijke, als het gaat over de digitale vaardigheden, is dat alles wat met het digitale te maken heeft, dat is eigenlijk iets wat je constant moet kunnen
blijven leren. Dat is levenslang leren. Het is niet zo dat je één keer een opleiding krijgt en dan kan je opeens alles en zijn je digitale vaardigheden voor de rest van je leven staan je op punt. Dus dat is levenslang dat we dat met z'n allen moeten doen. We zien daar dat er een heel groot verschil is met mensen die een inkomen hebben uit arbeid of een zelfstandige activiteit, dat zij daar veel beter in slagen om dat levenslang leren, om hun vaardigheden op peil te houden, dan mensen die een uitkering hebben of die op pensioen zijn. Dat is op zich, zien we dat ook, hè. Je kan dat ook wel aanvoelen. Maar als je de kans hebt om in je werk met een computer te werken, dat helpt je natuurlijk enorm om je digitale vaardigheden op peil te houden of gewoon nieuwe dingen aan te leren. Voor mensen die dat niet hebben, die moeten dat altijd op eigen houtje doen. Het gebruik, daar zit vooral... daar zitten ook een aantal problemen met de gebruiksvriendelijkheid of de taalgebruik die bij de diensten, bij die digitale diensten, wordt aangeboden. En er zijn ook zeker een aantal mensen die heel bewust zeggen, wij willen dit niet, want dit is niet wat wij willen van de maatschappij. Hè. Wij willen niet dat wij alleen maar kunnen communiceren met computers. Dus dat zijn de eerste drie soorten ongelijkheden die dat je heel duidelijk beschreven vindt in die barometer inclusie. Maar er is ook nog een vierde die ik persoonlijk heel interessant vind. Dat gaat over de ongelijke toegang tot ondersteuning. Want het is natuurlijk zo, oké, we weten dat er een aantal mensen zijn die het moeilijk hebben, die geen toegang hebben tot de toestellen, die moeilijkheden hebben om die vaardigheden op punt te krijgen, omdat ze daar geen ondersteuning in hebben. Hè. Dus die toegang tot ondersteuning, dat is een belangrijke. Er is onderzoek gebeurd en daar zijn eigenlijk 6 categorieën van ondersteuning naar boven gekomen. Op zich is vooral voor ons het belangrijkste de categorie die geen ondersteuning krijgt op dit moment. Hè. Dat is de categorie waar dat wij ons zeer veel zorgen over maken, want dat is wel een groep die er nood aan heeft. Hè. Er zijn ook andere groepen, zoals de zelfredzame leerder, die krijgt ook geen ondersteuning, maar die heeft dat ook niet nodig, want die leert het liever zelf. Hè. Die groep hier, dat gaat over mensen die vaak in een precaire arbeidssituatie zitten en die eigenlijk die nood wel hebben, maar geen toegang hebben. Hè. Dus dat zijn echte mensen die een groot risico lopen om de sociale uitsluiting die ze al voelen, dat dat ook digitale uitsluiting is en dat die twee elkaar versterken. Dus dat is zeker een groep waar we extra veel aandacht moeten aan besteden vanuit het beleid. Hè. Dat is een groep die niet zal zelf stappen naar een aanbieder om een vorming te volgen. We hebben dat ook bevraagd bij een aantal van de verenigingen en welzijnsschakels, wat zijn een aantal drempels voor mensen om naar dat formeel ondersteuningsnetwerk te kijken, om ergens een les te volgen. En dan zijn er een aantal zaken zoals de hoge eisen of het engagement dat gevraagd wordt. Hè. Als je verschillende keren moet volgen op dat uur, elke week, dat is voor veel mensen moeilijk. Als je in een onzekere thuissituatie bijvoorbeeld zit of je hebt geen vast contract en je moet, is het heel moeilijk om je ergens te verbinden aan een langlopende cursus bijvoorbeeld. Hè. Of het aanbod is niet wat mensen ervan verwachten of ze denken soms dat het niveau te hoog gaat zijn voor hen of niet aangepast. En uiteraard speelt ook de onzekerheid en de schaamte zeer sterk mee. Hè. En dat is een hele belangrijke ook, omdat als het over digitale vaardigheden gaat, eigenlijk zelfvertrouwen en vertrouwen in de eigen kennis en kunde heel belangrijk is om die stap te zetten om digitaal dingen uit te proberen. Heel veel digitaal is ook gewoon een keer proberen. Duwt een keer op een knop en als het niet lukt, dan keren we terug. Maar als natuurlijk dat zelfvertrouwen ontbreekt van ja, als ik op de knop duw en ik weet niet meer hoe dat ik terug moet geraken of ik doe iets helemaal mis,
en alles blokkeert, hè, dat is natuurlijk, dat maakt het heel moeilijk. Hè. Als je schrik hebt dat je zoiets mis gaat doen, dat je misschien je toestel stuk doet en dat je natuurlijk die financiële middelen niet hebt om dan naar een hersteldienst te gaan bijvoorbeeld, hè, dat maakt natuurlijk het heel moeilijk voor mensen om die onzekerheid om daarmee om te kunnen en om eigenlijk te gaan experimenteren. Dus ook dat is iets waar we wel aandacht voor vragen bij organisaties die een aanbod doen naar mensen om ook zeker op dat zelfvertrouwen te werken en mensen heel veel oefenkansen te geven. En dus dat heb ik al denk ik een paar keer gezegd, hè, dat de ongelijkheid, de socio-economische ongelijkheden in de samenleving mede oorzaak zijn, hè, van de ongelijkheden in welke kansen mensen hebben op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. En het risico dat die digitale uitsluiting, als we steeds meer digitaal gaan doen, dat die natuurlijk de ongelijkheid in de samenleving nog groter maakt. Hè. Want ook bij digitalisering zit er natuurlijk een zeer stevig Matthäus-effect in de digitale wereld. Hè. Als je dat kan, omdat je op je werk een aantal dingen kan inoefenen en daardoor heb je de digitale vaardigheden om bijvoorbeeld naar kortingen te surfen voor andere zaken of de premies van de overheid die je daardoor kan aanvragen. Ja, dat zijn natuurlijk ook Matthäus-effecten die steeds sterker naar boven komen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de jobbonus die dat speciaal voor mensen met een laag inkomen is, maar waar je ook moet je online kunnen inloggen om ergens je rekeningnummer achter te laten. Hè. Dus dat is een digitale drempel die voor mensen niet zo makkelijk te overbruggen is. Een aantal zaken. Bij welzijnszorg werken we vaak met het armoedeweb. Hè. Dat toont eigenlijk dat als het over armoede gaat, heel wat domeinen in je leven, dat hangt aan elkaar vast. Hè. Je onderwijsniveau bepaalt je kansen op de arbeidsmarkt. Je arbeidspositie op de arbeidsmarkt bepaalt je inkomen. Je inkomen bepaalt welk soort huis je kan huren of kopen. Hè. Dus alles hangt aan elkaar vast. En dat is uiteraard ook zo met digitalisering. Ik heb een aantal voorbeelden van mensen die aangaven van ja, hè, een aantal getuigenissen. Bijvoorbeeld mensen die hun rekening niet meer kunnen betalen en daardoor ook niet meer geen schoolcommunicatie niet meer ontvangen, omdat alles via Smart School verloopt. Dus ze weten eigenlijk die periode dan niets van zoon of dochter in de school. En dat kan natuurlijk dan grote gevolgen hebben. Als je niet kan volgen wat er gebeurt in de school. Dan moet je zelf gaan aangeven bij de school dat je momenteel geen internet hebt. Hè. Dat is ook niet zo aangenaam voor ouders om dat te moeten doen. Een ander heel gekend voorbeeld is natuurlijk alles welke voordelen je kan hebben als je zaken online koopt. Een van de bekendste voorbeelden is het goedkoopste ticket voor de lijn is een 10-rittenkaart die je online koopt. Hè. Dat is goedkoper dan iets dat je zelf gaat halen in de krantenwinkel. Hè. Dus er is een extra voordeel dat mensen hebben doordat ze het online moeten kopen. Daar hebben we ook een getuigenis van iemand die heel graag zou eigenlijk een smartphone hebben voor woordherkenning. Dat zou hem heel hard helpen. Dat is een probleem omdat hij niet altijd alle woorden zich kan voor de geest halen. Maar dat is iets wat hij op dit moment kan hij dat niet betalen. Hij kan zich geen smartphone veroorloven. Dus eigenlijk zou hij echt wel geholpen kunnen worden in zijn dagelijks leven om beter te kunnen communiceren. Maar het financiële aspect weerhoudt hem daarvan. Een andere getuigenis is dat mensen het gevoel hebben als ze online geholpen worden, dat het vaak maar één dingetje is dat ze niet al hun vragen kunnen stellen, waardoor ze met heel veel vragen blijven zitten. En dat maakt het allemaal wat moeilijker.
Dus er zijn een aantal voorbeelden hoe dat eigenlijk soms dingen die misschien klein lijken, maar natuurlijk wel een hele grote impact hebben op mensen. Omdat alles natuurlijk zo verbonden is en dat voor mensen die in armoede leven en die al met een enorme financiële stress zitten, hè, dat eigenlijk al alles samen dat voor mensen toch moeilijk maakt om deel te nemen aan de samenleving. We willen ook twee groepen toch wat extra aandacht geven, omdat ze vaak niet aan gedacht wordt in heel dit digitale verhaal. Dat gaat over mensen die laaggeletterd zijn, hè? Mensen die het moeilijk hebben om te lezen of schrijven. Natuurlijk, voor hen is heel de digitale wereld een enorm grote drempel. Hè? De meeste mensen die laaggeletterd zijn, die hebben een manier gevonden met mondelinge communicatie om toch zelfstandig een aantal zaken te kunnen regelen. Als het online is en er wordt verwacht dat je kan e-mails schrijven, wat sowieso al heel moeilijk is. Overal in alle digitale processen gaan we ervan uit dat mensen kunnen lezen, schrijven. Terwijl er heel veel mensen, ongeveer 15% van de mensen, eigenlijk wel moeite heeft met lezen en schrijven. Dus dat belemmert de zelfstandigheid en zorgt uiteraard voor de nodige frustraties die er extra bij komen. Een tweede groep, dat zijn de jongeren. Vanuit de jongeren wordt vaak gedacht van jongeren die zijn daarmee opgegroeid, dus wat is eigenlijk het probleem? Die kennen dat toch. Hè? Er is zeker onderzoek dat jongeren, dat is zeker geen groep die er zomaar allemaal mee weg is. Hè? Er zijn heel wat jongeren die het moeilijk vinden en die ook de snelheid waarmee evoluties gaan, die dat eigenlijk niet meer kunnen volgen. En die eigenlijk wat afhaken, die dan wel nog TikTok of Instagram en zo nog wel zullen gebruiken. Maar om echt bijvoorbeeld iets mee of diensten echt te gebruiken, die dat eigenlijk toch wel heel moeilijk vindt. Hè. Dus het is zeker niet zo dat jongeren per definitie daar allemaal mee weg zijn of dat er geen aandacht moet gaan naar die jongeren. Dit is iets waar we blijvend aandacht gaan moeten hebben. En zeker nu hebben jongeren ook nog specifieke noden in hun mediagebruik om die kennis ook door te geven. Hè. Dus belangrijk dat we de jongeren zeker niet vergeten in dit verhaal, want ook zij kunnen specifieke noden hebben. Misschien, hè, want als we zo praten, dan wordt het op den duur allemaal een beetje negatief. Hè. Digitalisering hoeft niet per definitie iets negatiefs te zijn. Hè. Er zijn zeker voordelen aan dat digitale verhaal. Of in ieder geval, er zouden voordelen kunnen zijn. Als het goed wordt ingezet, dan kan dat zeker positief zijn. Een van de belangrijkste daar is natuurlijk heel het verhaal van de automatische rechtentoekenning. We vragen al heel lang dat rechten die de overheid, waarvan ze eigenlijk weet wie dat daar recht op heeft, wie bijvoorbeeld sociaal tarief nodig, dat ook automatisch zou kunnen toegekend worden aan mensen. Hè? Dat mensen daarvoor niet van alle aanvraagformulieren zouden moeten indoen. Uiteraard, die automatische rechtentoekenning, dat is iets dat alleen maar kan omwille van digitalisering. Hè? Zonder digitalisering moeten we daar niet aan beginnen. Hè? Dus dat is zeker iets dat belangrijk is, dat we die digitalisering inzetten voor die zaken die mensen in armoede ten goede komen, die de onder bescherming tegengaan, die zorgen dat mensen hun rechten kunnen opnemen. Er zijn uiteraard ook nog andere voordelen, de digitale hulpmiddelen. Denk maar aan de vertaalsoftware of een GPS gebruiken. Dat geeft ook veel zelfstandigheid dat dat kan. Dat je voorleessoftware, dat er zaken kunnen voorgelezen worden voor mensen die het moeilijker hebben om te lezen, bijvoorbeeld. Dus er bestaat heel veel dat positief is. Een belangrijke voor ons ook, dat wij zouden denken, als we meer administratieve processen
gaan digitaliseren, dat dat eigenlijk ook tijdswinst oplevert voor die diensten, die ze dan kunnen inzetten om betere dienst- en hulpverlening te verlenen aan mensen. En zeker ook om mensen de tijd en de ruimte te geven om toch ook nog hulpverleners of dienstverleners te kunnen zien, hè, fysiek kunnen zien of telefonisch. Hè. Dat kan, die vereenvoudiging zou daarbij moeten kunnen helpen. Dat is natuurlijk theorie, want we zien in de realiteit wel iets anders gebeuren. Maar dat positieve kan natuurlijk alleen maar positief zijn als we iedereen daar ook in mee krijgen, als iedereen die dat wil, die digitale hulpmiddelen, ook toegang tot heeft. Dus, maar toch belangrijk, hè, dat we niet tegen digitalisering zijn, maar wel de digitalisering als enige vorm of als enige dienstverlening. Ik wil kort ook iets zeggen over hoe dat op dit moment de overheid omgaat met heel dit verhaal. Misschien eerst nog een getuigenis van iemand die laaggeletterd is. Die vertelt dat als ze een automatisch keuzemenu heeft, als ze belt, dat dat voor haar moeilijk is, want ze begrijpt het niet. En ze weet dan ook niet op welke nummer ze moet drukken. Internet lukt helemaal niet voor haar, want het is natuurlijk heel talig. Dus ze moet echt naar het loket gaan. Daar krijgt ze eigenlijk altijd te horen van doe het toch online of telefonisch. En dan vindt ze het heel vervelend dat zij dan moet eigenlijk boos worden of op haar strepen staan om toch hulp te krijgen. En ja, dat is natuurlijk niet fijn als je eigenlijk hulp zoekt en dat je dan moet je kwaad maken om hulp te krijgen. Want ze vertelde dat ze dan bijvoorbeeld gewoon een kaartje meekreeg met een website erop. En dan moest ze daar gaan doen wat dat voor haar uiteraard niet mogelijk was. De huidige aanpak in het overheidsbeleid. Laten we zeggen, de periode voor corona, hè, voor digitalisering, is dat wel echt een soort breuklijn natuurlijk. Voor e-inclusie en aan het werken aan hoe kunnen we iedereen mee. Voor corona was die digitalisering, dat was eigenlijk echt iets vanuit economisch. Hè. We moeten zien dat we innoveren, dat ondernemingen mee zijn in dat digitale verhaal en ook de eigen overheidsdiensten moeten digitaal zijn. Hè. Moeten digitaal werken. Iedereen moet digitaal dienstverlening kunnen krijgen bij de overheid. Er was eigenlijk maar zeer weinig aandacht voor de drempels of voor mensen waarvoor dat digitaal moeilijk ligt. Hè. Dus e-inclusie, van hoe kunnen we iedereen meekrijgen, kreeg weinig aandacht. Tenzij eventueel, ja, inclusie van mensen met een handicap. Dat zat er soms wel in, van hoe moeten we zorgen dat een website ook kan, is er spraaktechnologie. Dat soort dingen zat er soms wel al in, maar zo echt van hoe zorgen we nu dat iedereen toegang heeft tot dat digitale, was eigenlijk zeer beperkt. Vaak enkel van ja, het is belangrijk dat iedereen toegang heeft, maar zonder daar echt aan een beleid te hebben. Wat dat vaak is als de overheid eigenlijk niet zoveel doet op het terrein, dan zijn het vaak het middenveld, hè, VZW's en lokale organisaties die dan toch iets proberen te doen en lokale besturen die eigenlijk toch proberen om mensen daarin wel wat mee op sleeptouw te nemen. Vooral bijvoorbeeld door het opzetten van computerruimtes, publieke computerruimtes. Veel bibliotheken die daarmee bezig waren. Hè. Maar echt beleid vanuit de overheid, dat was er eigenlijk maar zeer beperkt. En dan kwam maar de coronacrisis. En toen zijn toch de overheidsdiensten en de politici wat wakker geschud van ja, hier is eigenlijk wel een probleem met digitale uitsluiting. Hè. Er zijn toch wel veel meer mensen dan dat wij ooit dachten.
die een probleem hebben om al die zaken die wij digitaal aanbieden, om daar ook gebruik van te kunnen maken. Eens dat mensen worden wakker geschud, politici wakker geschud worden, dan begint er vaak heel veel. Hè. Dan komt er opeens heel veel, dat is een beetje die woordenwolk daar, allemaal verschillende initiatieven die dan worden opgezet. Uiteraard vanuit elke beleidsdomein en elke minister een beetje zijn eigen insteek. En vooral vanuit de Europese relancemiddelen was er opeens ook wel financiële middelen om een aantal dingen op te zetten. Hè. Dus dat is heel goed dat die Europese relancemiddelen er zijn, hè, dat die middelen daarvoor ingezet kunnen worden. Maar het heeft bij ons natuurlijk de vraag, ja, wat als die middelen op zijn, wat gaat er dan gebeuren in het beleid? Hè? Gaan we dan terug naar de situatie van voor de coronacrisis? Of is het wel genoeg doorgedrongen bij iedereen dat dit blijvende aandacht nodig heeft? Misschien kortuit zijn alle overheden die hier mee te maken hebben. Als we het over het sociaal tarief telecom hebben, dat zit federaal. Op dit moment is dat nog ontoereikend. Hè. Het is maar voor een kleine doelgroep die daarvan kan genieten van dat sociaal tarief. De korting is ook niet zo groot. Ik denk dat het over 11 euro gaat. En het is één per gezin dat je dan kan kiezen een vaste internetaansluiting of een telefoon. Dat is iets wat in het regeerakkoord ook federaal staat om daar zeker wel aanpassingen in te doen. Maar we hopen natuurlijk dat die aanpassingen dat die goed genoeg gaan zijn, dat die echt het verschil kunnen maken voor mensen. Via de federale overheid zijn er ook een aantal projectoproepen waar OCMW's of lokale besturen of samenwerkingsverbanden op kunnen intekenen om te werken rond e-inclusie voor mensen in aankomst. Voor Vlaanderen hebben die relancemiddelen wel veel teweeggebracht. De digibanken zijn een initiatief vanuit het beleidsdomein werk, waar eigenlijk de zaken die dat wij ook belangrijk vinden, het feit dat er toegang is tot toestellen, dat er opleidingen is, dat er aan vaardigheden kan gewerkt worden, dat er ondersteuning is en dat er ook mensen kunnen geholpen worden bij hun contactnamen, bij hun diensten. Dat is de bedoeling in de digibanken, dat dat allemaal samenkomt, dat samenwerking is tussen lokale overheden en lokale partners om zo'n digibank op te zetten. Dat is ook met projectoproepen. Dus dat wil zeggen dat je als lokaal bestuur daarop moet intekenen om dat te doen. Wat daar positief aan is, is natuurlijk dat er best wel wat middelen daarvoor zijn. En dat het een goede insteek heeft. Maar het is natuurlijk op basis van de keuzes van een lokaal bestuur of dat je dat doet of niet. Hè. Een lokaal bestuur dat je niet wilt inzetten op een digibank, hè, die hoeft dat ook niet te doen. Dus als jij ergens woont in een gemeente waar ze daar niet mee in zee gaan, ja, dan heb je ook geen toegang tot die ondersteuning die je wel nodig hebt. Hè. Dus dat is toch altijd iets wat we moeten in de gaten houden als er met projectoproepen wordt gewerkt, hè, dat het niet dat het bijvoorbeeld niet alleen in stedelijk gebied is waar dan initiatieven worden opgezet. Daarnaast zijn er ook een aantal andere projecten. Iedereen Digitaal en DigiBuddies. Dat zijn projecten van minister Somers. Die lokale besturen ondersteunen om een inclusiebeleid op te zetten. En de DigiSprong, dat is van het onderwijs. Hè. Dus je ziet, dan is er eigenlijk heel veel initiatieven waarbij iedereen wel een beetje zat te kijken van ja, oei, waarom spreken de ministers precies niet met elkaar en maken ze elk een eigen beleid?
Ondertussen is het allemaal lopende, dus dat zal wel zijn gaan gaan. Maar zeker in die eerste periode was het zeker wel jammer dat er niet wat meer werd nagedacht van hoe gaan we nu zorgen dat iedereen toegang heeft tot ondersteuningstoestellen. Hè? Waarom zit dat allemaal in die verschillende projecten? In Brussel zitten we natuurlijk in een stedelijke context waar rond smart cities, hè, van hoe kun je de digitale beleving van je stad, daar zit al wel zo een soort innovatie-idee, zat daar eigenlijk al voor corona. Maar daar is ook wel een plan voor digitale toegankelijkheid. Hè. Daarin zitten vier pijlers, sensibilisering, hè, dus zorgen dat mensen ook gemotiveerd zijn om digitaal aan de slag te gaan. Samenwerking tussen actoren, het opzetten van OCR. OCR, dat zijn openbare computerruimtes. Hè. Wij kennen dat vaak onder de naam van Digipunt bijvoorbeeld. Hè. En begeleiding. Die OCR's in Brussel, daar is ook de bedoeling dat die een soort kwaliteitslabel hebben. Van ja, wat is daar aanwezig, welke begeleiding is daar voorzien. Dus dat is zeker iets positiefs, maar dat is momenteel niet gebiedsdekkend. Hè. Dus er zijn kaartjes en dan zie je soms op sommige plaatsen dat er veel computerruimtes zijn en aan andere plaatsen in Brussel is er nog geen aanbod. Hè. Dus dat is zeker wel belangrijk. Zo'n computerruimte moet ook wel dicht bij huis zijn, anders blijft het moeilijk voor mensen. En dus dat is wat er nu eigenlijk gebeurt. We doen dan natuurlijk ook altijd zelf aanbevelingen. We gaan aanbevelingen maken die gaan rond dat recht om geconnecteerd te zijn. Hè, om te zorgen dat iedereen die mee wilt in dat digitale verhaal, dat hij dat ook kan. Hè, dus we willen echt aan inclusie werken, het wegwerken van drempels. Daarnaast willen we ook wel een aantal aanbevelingen doen om te laten zeggen dat het hoeft ook niet. Hè. Iemand die niet wil meegaan in dat digitale verhaal, dat mag natuurlijk zijn toegang tot rechten niet belemmeren. Hè. Het kan niet dat je moet iets aanvragen, hè, dat alleen de enige manier om iets aan te vragen, bijvoorbeeld een premie of een sociaal recht of een uitkering, dat dat alleen maar zou kunnen via het internet. Hè. Dan zeg je eigenlijk dat sociale rechten niet toegankelijk zijn voor mensen die geen internet hebben. Dat kan uiteraard niet voor ons. We doen aanbevelingen op dit thema, niet alleen naar de politiek, hè, niet alleen naar de overheden, maar ook naar de maatschappij als geheel. Hè. Want het is natuurlijk iets, heel dat digitale. Het is niet alleen de overheid die digitaliseert. Het zit overal. Hè. Het gaat over de VDAB, maar het gaat ook over de klantenkaart van de Lidl, dat een app is, hè, waar nu op geen andere manier aan kortingen nog kan geraken dan dit. Het gaat over in het onderwijs, hè, in scholen, waar enkel digitaal gecommuniceerd wordt. Of jeugdbewegingen of sportclubs, hè, waar enkel digitaal gecommuniceerd wordt, wat het moeilijker maakt om iedereen mee te hebben. Dus het is echt iets overal. Dus we willen ook die aanbeveling doen om ook als maatschappij, als samenleving, als bedrijfsleven, middenveld, hè, alles, om ons toch, om toch aandacht te hebben voor die digitale ongelijkheden. Hè, dat we toch daarvan bewust zijn dat die veronderstelling, hè, dat idee dat iedereen mee is, dat dat gewoon niet klopt. Hè. We weten dat, we hebben de cijfers, we weten dat. Eigenlijk als je met mensen praat, hoor je dat eigenlijk heel snel. Dus het is gek dat dat idee er leeft, maar hè, toch is het zo. Nou, bij veel mensen dat idee leeft, bij veel diensten, hè, bij banken. Dus belangrijk dat we toch aandachtig zijn en dat we zelf in kleine zaken toch kunnen het leven makkelijker maken en drempels wegwerken. Specifiek voor dienstverleners, hè, gaande van de overheidsdiensten tot
alles wat middenveldsdiensten, denk aan vakbonden, mutualiteiten. We vragen toegankelijke diensten en we ondersteunen daar eigenlijk het principe van click, call, connect. Dat wil zeggen dat je uiteraard digitale dienstverlening moet blijven aanbieden. Dat kan, dat is sowieso iets goed voor wie daarmee kan werken, maar dat je zeker ook die telefonische toegang tot diensten en het fysieke, liefst van al, als het op afspraak moet, dat het niet alleen online afspraak kan gemaakt worden, maar dat er ook open momenten zijn waar mensen gewoon kunnen binnenlopen. En dat is belangrijk om die toegankelijkheid te garanderen. Een derde aanbeveling, die is eigenlijk een aanbeveling aan onze webontwikkelaars en iedereen die bezig is met het programmeren en het ontwerp van websites en apps van e-inclusion by design. Dat wil eigenlijk zeggen dat je al bij het opmaken van een website, van een app, al nadenkt van hoe kunnen ook mensen met die dat moeilijker vinden, hoe kunnen die toch hun weg vinden in, op mijn website. Dat je daar van in het begin al over nadenkt, want er zijn heel wat mogelijkheden om dat te doen. Dat wil ook zeggen dat dat bijvoorbeeld zit in de opleidingen, of bijvoorbeeld dat er bij de webontwikkelaars met focusgroepen wordt gewerkt, waar er al heel snel kan getest worden of iets werkt of niet voor mensen. Een vierde aanbeveling is eigenlijk iets wat we vragen van werkgevers, om daar toch die vormingskansen, om daar toch ook uw personeel dat misschien niet dagelijks met laptop of computer werkt voor het werk, om toch ook die personeelsleden wel een aanbod te geven in die, om die digitale vaardigheden beter te maken. Het is heel jammer dat bijvoorbeeld mensen bij een groendienst van een stad, dat zij geen opleiding krijgen om ook te kunnen werken met de website en de diensten van de stad, omdat zij daar ook worden op aangesproken. Ze zijn tenslotte ook personeel van de stad, dus betrek zeker ook al je personeelsleden, niet alleen degene die dagelijks met de computer moeten werken. En als vijfde aanbeveling, ga zeker ook lokaal aan de slag met digitale inclusie. Dat is een aanbeveling voor ook de lokale besturen. Er gebeurt al heel veel. Doe dat samen, participatie. Dus betrek mensen daarin van wat heb je nodig, wat werkt voor jou. Als je aan de slag gaat met een digibank, doe dat niet boven de hoofden van de organisaties die daar al mee bezig zijn of de organisaties die mensen in armoede verenigen. Dus dat zijn onze aanbevelingen naar de samenleving in zijn geheel. Voor de overheid hebben we 3 specifieke politieke eisen die uiteraard ook op diezelfde thema's zitten. De eerste en de tweede gaat over zorgen dat die drempels worden weggenomen. Dus dat gaat over de erkenning van toegang tot internet als een basisrecht, zoals water en elektriciteit. Dat wil zeggen dat er een sociaal tarief voor telecom is dat echt het verschil maakt voor mensen, waardoor ze steeds toegang kunnen hebben tot internet. En dat bijvoorbeeld ook dat er geen afsluitingen gebeuren. Of dat er ook, dat ook als je in budgetbeheer bent, dat het wordt wel meegenomen als een kost die je nodig hebt om die te maken. Dat dat geen extra is. Dat is geen luxe om internet te hebben. Dat is gewoon een noodzakelijk iets om tegenwoordig mee te kunnen in onze samenleving. En uiteraard, het liefst van al willen we dat dat automatisch toegekend wordt. De tweede politieke eis gaat dan over wat ik net zei. Er is heel veel nu nieuwe projecten die opgezet zijn, die toestellingen, die ondersteuning en vorming aanbieden. Zorg dat die
zekerheid hebben dat ze kunnen blijven verder werken, dat die financiering dat is, want dat is iets dat we altijd gaan blijven nodig hebben. Het zijn geen eenmalige vormingen. Het is niet iets dat gaat stoppen met dat de jongere generatie geen nood meer gaat hebben aan vormingen. We gaan dat altijd nodig hebben. Het is de taak van de overheid om te zorgen dat die ondersteuning er altijd is voor mensen. Als derde gaat het eigenlijk over zorgen dat wie niet digitaal actief wil zijn of het niet kan, dat die toch altijd moet toegang hebben tot de diensten van de overheid op een niet-digitale manier. Eventueel telefonisch, maar zeker ook fysiek moeten diensten van de overheid toegankelijk blijven. Dat zijn onze politieke eisen. We hebben ervoor gekozen om dat een beetje als apart te zien van wat denken we echt dat overheid kan betekenen voor mensen. En wat zitten we eigenlijk, moeten we met z'n allen doen rond die sensibilisering en die bewustmaking. Dus voilà, dat zijn onze politieke eisen. Hoe kan jij nu die politieke eisen, die boodschap mee versterken? Mensen die al op een startavond waren, die zullen daar al zeker van gehoord hebben. Dat zijn onze postkaartenactie, hè. Dus we hebben postkaartjes die je kan invullen om je steun uit te spreken voor de campagne en de politieke eisen die we maken. Maar het is ook een postkaart waar je zelf iets kan noteren over een digitale drempel die je zelf hebt meegemaakt. En dat gaan we dan ook gebruiken om naar dat breder veld van betrokken actoren, om daar ook te gaan en te laten zien van kijk, er is wel een probleem met digitale drempels, ook in uw dienstverlening, ook in uw aanbod. Dus dat we dat ook zo gebruiken. Daar hoort ook een methodiek bij, dat je als je in groepen dat gesprek wilt aangaan over digitale drempels, dan kan je ook een praatplaat vinden. Voilà, ik denk dat ik heel veel gesproken heb. Dus ik ga ook iets drinken, maar ik wil ook zeker graag luisteren naar jullie vragen en opmerkingen over dit thema of eigen ervaringen die jullie er nog willen bijleggen. Ik zal ook eens kijken in de chat. Ja, ik zal dat misschien ook even toelichten. Telenet biedt via partners een basispakket aan. Is Telenet Essential Internet is inderdaad een basispakket van €5. En er is ook een groter pakket van €10. Hè. Want €5 is een heel beperkt pakket. Dus dan kan je bijvoorbeeld online vergaderen zal al moeilijk zijn, maar met de €10 al meer. Het voordeel bij de €5 is wel dat je geen aansluiting nodig hebt. Dus voor mensen die bijvoorbeeld vaak verhuizen of geen vaste verblijfplaats hebben, kan dat wel interessant zijn. Het is in ieder geval een aanbod dat echt gekomen is door de coronacrisis, waar Telenet wel besef had dat ze iets moesten doen voor mensen, dat die druk... Die kwam ook zeker vanuit het onderwijs om te zorgen dat leerlingen toch toegang hadden tot internet. En daar zijn wel eigenlijk positieve reacties op van mensen die dat gebruiken. Dus het is zeker wel een goed initiatief, maar vervangt onze vraag naar een sociaal tarief natuurlijk niet. Hè, omdat dit enkel gaat over een vaste internetverbindingen thuis. Het is niet je mobiel internet. Het is geen gsm-abonnement. Dus het is nog niet. Hè. Het is al goed. Maar het is nog niet wat we verwachten van een echt sociaal tarief. Maar zeker een goede eerste stap, denk ik zelf. Hè. Misschien als er mensen ervaring hebben of andere ervaringen, mogen ze dat zeker delen. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Monique, ik zie jou niet.
Als je dat zelf wilt toevoegen, mag dat ook. Anders lees ik het voor, maar ik weet niet waar je bent. Dat er een vereenvoudiging noodzakelijk is van de vele websites. Moet maar een keer proberen van dus routeplanners te raadplegen bij de lijn of de bevolkingsdienst van de stad. Onlangs wilde ik voor iemand dus een domiciliering, dus een verhuis van dingen, een verandering van adressen eigenlijk aangeven. En het was eigenlijk echt zoeken waar dat je dat kon vinden enzovoort eigenlijk. Dus als dat voor iemand die al een beetje gewoon is toch van met internet te werken al moeilijk is, laat het staan voor mensen die het dan wat minder kunnen. Hè. Absoluut. En dat is ook wel een beetje de vrees. We zien ook dat er wel een vooruitgang is in de toestellen of de toegang tot internet. Maar eigenlijk in de vaardigheden zien we weinig vooruitgang, omdat het ook steeds complexer wordt. Hè. Dus je moet ook steeds meer kunnen om eigenlijk gewoon basis mee te zijn. Hè. Het gaat niet alleen maar over... Kan ik een berichtje sturen of kan ik eens iets opzoeken via Google? Het is ook steeds meer verschillende applicaties, alles door elkaar. Dus het vraagt echt wel veel. En dat zorgt natuurlijk dat mensen ook wel wat gefrustreerd raken. Als je eindelijk iets onder de knie hebt, dat het weer verandert of dat het dan toch nog niet genoeg is, dat maakt het wel moeilijk. Ja, Domo, wil je dat zelf? Ja, ik moet je nu aanspreken met Domo Waasland. Als je dat zelf wilt toevoegen, ja, dan mag dat zeker. Goedenavond, ik ben Tine inderdaad van Domo. Ik heb via ondernemers van een warm België kunnen verkrijgen dat wij laptops konden krijgen voor onze gezinnen. Wij werken... Ah, oei, ik zie dat mijn camera nog uitstaat. Sorry. Onbeleefd van mij. Wij werken met kwetsbare gezinnen in het Waasland in 5 gemeentes. Het heeft even geduurd omdat de sociale huizen het eerst kregen. Maar, en dat was ik nu nog ook aan het zeggen, een sociaal huis geeft maar 1 laptop aan een gezin. Wij zitten vaak met gezinnen met meer kinderen dan 2. Dan was het echt wel in coronatijd aftellen wie kan er nu live de les volgen en wie niet. Dus... Wij hebben daar ook voor actie ondernomen, maar ik heb in elke gemeente niet echt, ja, moet ik het zeggen, het gevoel gehad dat ik serieus werd genomen. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld ook iets waar dat de cijfers, dat is al goed, de cijfers die we hebben, maar daar ontbreekt het ons ook wel vaak aan cijfers, hè, want er wordt dan gewoon gevraagd, heb je een laptop, hè? En dan klinken die cijfers goed, maar dat is natuurlijk een groot verschil tussen een gezin dat 3 kinderen heeft en ook 3 laptops, dan een gezin met 3 kinderen en 1 laptop. Hè. Dat is, je ziet al dat dat een verschil is in wat kan je daarmee doen dan, hè? Wat kan je allemaal. Maar het hangt ook wel veel af. We waren vorige week in Leuven op bezoek bij de Digibank en daar vertelde de verantwoordelijke dat ze wel zeker aan iedereen, hè, dat ze aan elk kind op zich wel willen dat ter beschikking stellen, maar dat er ook wel gezinnen zijn die zeggen van ja, 1 is meer dan genoeg, want het is natuurlijk ook ergens een angst soms om zo'n laptop, als er iets mee gebeurt, als het kapot gaat, welke kosten ga ik dan hebben? Als je dan zo 3 toestellen in huis hebt, hè, wat haal ik mij op de hals? We zullen beginnen met 1. Dus daar is het vooral belangrijk dat dan organisaties blijven samenwerken met gezinnen en blijven kijken welke noden dat ze hebben en dat je daar dan voor open staat. Bij tweedehands, uiteraard, het is een beetje een moeilijke discussie soms. Hè. Wij zijn uiteraard niet tegen tweedehands, omdat we gewoon als maatschappij moeten we zorgen dat we goed omgaan met de materialen van deze planeet. Hè. Dus zeker ook met alles wat elektronica is, hè, wat dat toch ook een grote ecologische voetafdruk heeft. Maar we moeten natuurlijk zien dat
dat het ook allemaal kan doen wat het moet doen en dat het niet weer de mensen zijn met laag inkomen die dan afdankertjes krijgen. We moeten als maatschappij op een goede manier kijken naar hoe we omgaan met heel dat elektronische. Maar het is zeker zo dat, dat veel mensen al blij zijn dat ze kunnen toch een tweedehands krijgen. Brecht. Ja, goedenavond. ik had de vraag gesteld van om oefenkansen ook aan te bieden in de sociale sector zelf, in armoedewerking, in buurtrestaurants, in sociale kruideniers, om daar bijvoorbeeld ook met QR-codes of mobiele betaalterminals en zo te gaan werken, omdat dat naar mijn inzien ook wel de kans geeft om wat meer tijd en met begeleiding en zonder een truc zoals in een supermarkt of zo, zelfs uit te proberen, daar ervaring mee op te doen. Maar dan moet er natuurlijk ook wel binnen zo'n werking wel iemand aanwezig zijn die ondersteuning kan bieden. En wat, ook een, mensen die zeggen, ik ga dat toch niet proberen of het mislukt mij een niet-digitaal alternatief blijven aanbieden. Maar daar zie ik nog wel wat mogelijkheden in de sociale sector zelf om daar ons ook die zaken daarin te implementeren. Maar dan met de nodige randvoorwaarden van ondersteuning en dergelijke. Mm-hmm. Ja, zeker een goede aanvulling, want we weten het dat uitproberen en zelfvertrouwen, dat zo belangrijk is. Dus op een plek waar je veilig voelt, waar dat je de tijd krijgt om eens iets uit te proberen, is dat wel belangrijk. Hè? Bob? Ik weet niet, ik zie je niet. Nu wel, denk ik. Ja. Ik merk dat in veel openbare bibliotheken wel computers aanwezig zijn. En dat je ook vaak mensen ziet die daar dingen aan het opzoeken zijn. Of jongeren die zelfs hun huistaken daar maken. Maar voor mensen die minder digitaal vaardig zijn, is er vaak niemand beschikbaar om hen te ondersteunen in wat zij zouden willen verrichten op een computer. Dat zou een mogelijkheid zijn voor mensen die thuis geen beschikking hebben over computer- of internetverbinding. Ja. Misschien via vrijwilligerswerken of in samenwerking, in samenspraak met de stad, een groep mensen die zich beschikbaar stellen in de bibliotheek, een paar uurtjes per week of dat je een beurtrol op kunt stellen om zo dat probleem te ondervangen. Ja, ik denk dat er zeker al wel wat goede voorbeelden zijn van bibliotheken die dat ook opnemen, maar dat er inderdaad ook bibliotheken zijn waar die ondersteuning niet wordt aangeboden of ook in Leuven, we waren daar nu net vorige week, hè, om daar een beetje meer te leren over wat er allemaal mogelijk is. Daar hebben ze wel, één keer in de week is er dan wel specifiek iemand aanwezig die ondersteuning, die echt kan ingaan op vragen. Dus als het echt kleine vragen zijn, dan kan het personeel van de bibliotheek dat zelf doen. Maar als het wat groter wordt, is er dan wel één keer in de week ondersteuning mogelijk. Dat kan uiteraard ook al helpen. Wat dat wel zo is natuurlijk, we vinden dat belangrijk omdat dat oefenkansen geeft en omdat mensen dan die ondersteuning wel krijgen. Maar we weten ook dat het ook wel belangrijk is om ook thuis zelf internet te kunnen hebben, om zelf thuis dingen te kunnen proberen, omdat je natuurlijk in een openbare ruimte ook in een openbare ruimte zit. Hè. Dus daar kan je ook niet alles doen wat dat je thuis wilt doen. Wat dat ook bankzaken bijvoorbeeld, hè, vinden mensen toch ook niet altijd zo comfortabel om dat in een publieke ruimte te doen. We zien ook dat het gebruik van diensten, het gebruik van de computer en internet ook op een andere manier is als je dat thuis doet of in een openbare ruimte. In een openbare ruimte gaat dat over efficiëntie, over ik moet dit hebben en dit ga ik nu opzoeken, terwijl je thuis vaak dan verschillende dingen kan proberen. Dus zeker voorstander van op heel veel plaatsen
die openbare ruimtes te hebben, met ondersteuning dan, maar toch zeker ook dat mensen thuis ook kunnen internet hebben en een toestel hebben om hun vaardigheden ook constant, en het gaat al ook over openingsuren en beschikbaarheid. Hè. Voilà, zijn er nog? Ja. Ik ga eens zien. Nu zijn er wel een aantal dingen binnengekomen. Ja. De digipunten wordt naar verwezen. Het is ook zo dat je wel heel wat verschillende snelheden hebt gezien. En dat heeft natuurlijk mee te maken met het feit dat er lang geen echt Vlaams beleid was om hierop in te zetten, maar daar wil dat niet zeggen dat lokale besturen en zeker ook bibliotheken hebben stilgezeten. Daar is al heel wat gebeurd en daar is dan ook wel die organisaties of die punten, die hebben nu natuurlijk een voorsprong, omdat ze al heel wat uitgeprobeerd hebben en ze weten nu wel wat werkt. Daarnaast hebben we natuurlijk het aanbod van LIGO, het vroegere basiseducatie, en Avanza, waar ook heel veel groepen mee samenwerken, omdat zij vaak op maat van groepen kunnen werken. Hè. Dus daar is zeker heel wat interessante samenwerkingen dat er al zijn ontstaan, om ook echt wel op maat, om een aantal van die drempels die mensen ondervinden om ergens een cursus te gaan volgen, om die weg te werken. Hè. Ik weet niet of dat iemand daar nog iets wou op... ik weet niet, Paula, jij wou ook iets zeggen, maar je beeld en geluid, dus dan gaat het moeilijk zijn als ik jou nu het woord geef, want je gaat het niet horen dat ik jou het woord geef, natuurlijk. Is er iemand die daar nog graag een voorbeeld wilt van de eigen werking aan toevoegen of een vraag heeft? Ik ben van Argus, de openbare bibliotheek van Rüsselaar. Ik heb daarnet in de chat al gezegd, wij helpen zo goed mogelijk mensen met digitale vragen die aan onze computers zitten of die gewoon langskomen. Door eigen medewerkers, maar we hebben ook een gratis digicafé, heet dat, dat we op verschillende locaties eigenlijk één op één mensen gaan helpen. En daarnaast hebben we ook digi aan huis, dat is iemand die aan huis echt gaat helpen met een internetverbinding of zo. Dat is wel betalend, maar we hebben daar wel een goedkoper tarief voor mensen met een vrije tijdspas, heet dat bij ons. En we geven die digibonnen ook in bepaalde mate gratis weg, namelijk bij wat dat we hier ook al gehoord hebben, toestellen die via ondernemers van België of in België gratis ter beschikking worden gesteld aan bepaalde mensen die het echt nodig hebben, zeg maar, die geselecteerd werden. En daar geven we ook die gratis ondersteuning bij. Wat zien we daar wel, dat de moeilijkheid is. Dus het is zeer handig dat iemand aan huis komt, maar je ziet dat mensen die persoon niet altijd inroepen, omdat het is iemand die ze niet kennen. Dus dat vertrouwen is er niet zo. En dat is wel een grote drempel. Met de beste bedoelingen van de wereld bieden wij dat aan. Maar natuurlijk, mensen moeten eigenlijk al iemand een beetje kennen, een beetje vertrouwen, voordat ze die persoon toegang gaan geven tot het huis. En zeker, we hebben dat opgestart in de coronaperiode, of net ervoor eigenlijk. Ja, zeker in die periode was dat nogal moeilijk, om echt aan huis te gaan. Wat hebben we wel zeker ook geleerd tijdens corona? We hebben samen met de stad eigenlijk ondersteuning geboden bij het installeren van It's Me. Dus daar zijn we ondertussen al pro's in geworden. En het zal misschien nog nodig zijn met de boosterprikken weer. Dus ja. Wat ik nog wil vragen, Annabel, is waar dat we bijvoorbeeld campagnematerialen kunnen vinden als we jullie campagne bijvoorbeeld als bibliotheek mee willen ondersteunen. Dan kan je dat vinden online, de webshop.
Ik denk dat Lieselotte al bezig is met de link in de chat te zetten. Dat is gemakkelijk als je die ondersteuning hebt. Daar kan je de affiches vinden en kan je ook de postkaarten bestellen. En de praatplaat, die kan je ook ophangen. Dat geeft wel wat zichtbaarheid ook. Kan je allemaal in de webshop vinden. Moest er daar ergens een probleem zijn, dan kan je altijd ons contacteren. Ook als je een speciale bestelling wilt doen, dan kan dat ook. Maar het zou zeker fijn zijn dat mensen... het is zo een thema dat echt belangrijk is, dat we elkaar daar ook op aanspreken en bevragen. Want het is heel snel gebeurd, hè, als organisatie ook. Dat je een weg inslaat die eigenlijk een digitale drempel opwerpt. Dus dat we dat gesprek ook blijven aangaan met mensen. En vandaar ook die postkaarten, hè, dat we dat zo kunnen proberen. Want een digitale drempel komt er heel snel bij. En het is vaak... ik krijg soms een reactie... Ja, dat is toch maar iets klein. Dat is toch, is dat nu, hè, is dat nu zo belangrijk? Maar het wordt steeds belangrijker. En het is natuurlijk de zoveelste drempel waar mensen ook mee te maken krijgen. Hè. Het is niet het enige waar mensen het gevoel hebben dat ze er eigenlijk niet bij horen. Of dat ze niet voldoen aan wat de maatschappij vraagt. Of hè, welke veronderstelling dat er is. Dus in die zin toch belangrijk dat we daar wel blijven bij stilstaan. Dat we soms ook onbewust of ongewild mensen aan het uitsluiten zijn. En soms is het niet zo onbewust, maar bij dit thema gebeurt het ook wel vaak onbewust, omdat we niet genoeg vatten of niet genoeg aandacht hebben voor mensen met zwakkere digitale vaardigheden. Zijn er nog vragen? Anders denk ik dat ik jullie heel hartelijk wil bedanken dat jullie zijn komen luisteren, dat jullie inbreng hebben gedaan. En ik hoop dat jullie mee aan de slag gaan, zowel op het vak van digitale inclusie binnen je eigen organisatie, als met onze campagne mee uit te dragen. Dus merci daarvoor en tot ergens. Live in levende lijven.